Het centrum van Varsseveld werd afgelopen weekend omgetoverd tot parcours voor de 12e Kramprun. Voor hardloper Tijn Piest is deze hardloopwedstrijd extra bijzonder. Voor de Varsservelder is het namelijk een thuisrace. En dat doet wel wat met hem. Kippenvel hoor. Serieus, als je hier over het kerkplein heen loopt. Ik heb heel vaak Tijn gehoord. Echt hartstikke leuk. Dus dank je wel nog, Varsservelders, als jullie dit zien. Ik kan iedereen bedanken. Maar nee, echt hartstikke leuk. Je hebt het echt al door. Laatste ronde niet. Dan ga je helemaal naar de kloten en dan gaat je lichaam helemaal zo alle kanten op. Dus ik heb de eerste ronde genoten. De laatste ronde iets minder. Helaas. De jaarlijks terugkerende hardloopwedstrijd kent een aantal redenen waarom hij uniek is in zijn soort. Alleen al omdat hij door 3 atletiekverenigingen wordt georganiseerd. Argo in Doetinchem, Atletico in Gendringen en AVA in Aalten. En samen met de bewoners van Varsseveld. De Kramprun is niet alleen een leuk evenement waar heel Varsseveld voor uitloopt. Er is ook een goed doel gekoppeld aan de run. Dat is dit jaar ook Kanjers voor Kanjers. En voor dit jaar worden er speciale zadels gekocht bij een manege. Waardoor kinderen met een beperking ook kunnen paardrijden. En we hebben, dat is ook wel bijzonder, 3 frame runners aangeschaft voor de atletiekverenigingen. Dus voor Gendringen, Aalten en voor volgend jaar naar Doetinchem. Juist om die drempel voor die mensen ook te verlagen.